Nou, het is hier een drukte van je welste vandaag. Maar we zijn hier op een best wel een speciale plek. We zijn hier op het meest noordelijke puntje van de zuidgrens van de gemeente Reuzel. En hier komen wij dan uit bij de draad, oftewel de dode draad. Deze draad die is in de Eerste Wereldoorlog in elkaar geknutseld door de Duitsers. Die zijn er ergens in 1914 begonnen en medio 1915 was hij klaar. En toen hadden ze 332 kilometer van deze versperring aangebracht. De grens zelf is 458 kilometer lang, dus ze hebben links en rechts er alle afgesneden. En vooral in Balen-Nassau, Balen-Hertog, scheelde dat nog allemaal meters. Ja, er stond 2000 volt op die draaien. Nou was het niet zo dat ze op alle draden die 2000 volt hadden staan, dat wisselde een beetje, want ja, dat fret nogal wat stroom, zullen we maar zeggen. En die stroom die werd ook niet door de Duitsers zelf opgewekt, maar dat kwam gewoon van de lokale bedrijven die in de buurt zaten, die dan die stroom aan de draad moesten gaan leveren. Kregen ze geen vergoeding voor trouwens. Nou, waarom hebben ze deze draad nou eigenlijk gebouwd? Nou, in beginsel zouden denken, omdat Nederland neutraal was in die oorlog, om dus de geallieerden tegen te houden en de Duitsers een beetje bescherming van buiten af te geven, was eigenlijk helemaal niet waar. De draad hebben ze gebouwd speciaal om onder andere deserteurs binnen de grenzen te houden, smokkelaars tegen te houden, maar ook heel veel vluchtelingen binnen die grenzen te houden. Want die vluchtelingen die wilden de grens over, want die wilden zich aansluiten bij de geallieerden, dus om België weer te bevrijden. Dat waren de hoofdredenen om deze draad te bouwen voor de Duitsers. Wie hebben deze nou eigenlijk feitelijk in elkaar geknutseld? Daar waren weer de dwangarbeiders. Hè. Er zaten heel veel Russen, Hongaren, Belgen, Nederlanders, Fransen binnen de Belgische grenzen die Duitsland had bezet. Die mensen die werden hier ook aan de draad gezet om hem in elkaar te knutselen. Meestal waren er 5 tot 6 draden, niet meer, en stonden ongeveer zo'n 30 centimeter uit elkaar. Er was nog wel eens materiaal tekort, dus ook al is het een gladde draad, heel veel werd er toch wel prikkeldraad voor gebruikt. Simpelweg omdat er niet genoeg draad was. Deze draden, hè, want we hebben eigenlijk 3 barrières. We hebben een buiten de binnendraad en weer een buitendraad. De buitendraden die waren gewoon van prikkeldraad. Dat was echt puur om mens en dier op afstand te houden. Maar ja, die waren natuurlijk makkelijk om te knippen. Het ging echt om die binnenste draad. Er was toch nogal wat mensen die natuurlijk probeerden die een draad voorbij te komen. Nou, hoe deden ze dat nou? Heel veel verschillende technieken zijn er eigenlijk voor bedacht. Wollen dekens over de draad hangen, want wol isoleert nogal goed. Met rubber handschoenen uit elkaar houden, zodat er iets tussen geklemd kon worden, zodat die draden dus uit elkaar gingen staan. Denk daarbij aan een houten fietswiel, een ton of een mand waar de boeien was uitgehaald. Die konden ze er schoon tussenin schuiven. Ze kropen er tussendoor en ze waren aan de andere kant. Het doorknippen van de draad weer ook wel regelmatig gedaan. Maar dat was dan wel weer een probleem, want op het moment dat ze hem doorknipten ging er een alarm af bij een wachtershuisje of bij zo'n regelstation. En dan kwamen de bewaking nogal snel kijken, want die wakers die stonden zo'n tussen de 50 en 150 meter uit elkaar. Dus die waren er eigenlijk best wel vlug. Tijdens die hele Eerste Wereldoorlog zijn er natuurlijk ook best wel wat doden gevallen. De schattingen, want exacte cijfers zijn niet echt meer bekend, lopen tussen enkele tientallen tot enkele duizendtallen. Nou, beide getallen die zijn wel ongeloofwaardig uit de geschiedschrijving. Wat ik toevallig wel even opgezocht heb is de jongste slachtoffer. Dat was Peter Wuits uit Bergijk. 4-jarig jongetje die woonde niet zo ver van een draad af. Die was buiten aan het speulen en die wou speulenderwijs onder de draad doorkruipen. En tegelijkertijd bleef je daar ook hangen, want ja, met die stroom erop dan gaat er nergens meer naartoe. Een stukje tekst van wat er in een staatskrant of zo van België is geschreven.
De vader die het ongeluk zag gebeuren wilde het kind van den draad nemen, doch werd door enige personen tegengehouden. Met behulp van een stok, gummi omwonden, werd het kind van de draad gehaald. Een armpje was reeds doorgebrand, zodat het handje op de grond viel. Ja, dat is natuurlijk gewoon misdadig dat zulke dingen überhaupt kunnen gebeuren. Heel cru, maar ja, dat is geschiedenis. Hier op het meest noordelijke puntje van de zuidgrens van Reuzel dus, hebben we een mysterieuze steen gevonden. Waarom mysterieus? Nou, als je hem dadelijk ziet, dan zult ik zeggen van ja, wat is het nou? Hè? Is het een grenssteen? Is het een gedenksteen? Is het, ja, wat is het eigenlijk? Wij wisten het ook niet, dus we hebben een oproep geplaatst op Facebook. En unaniem kwam daaruit, het is gewoon een grenssteen. Dus, ik heb het heemkunde Reuzel heb ik aangeschreven. En binnen een dag wist ik exact wat dat voor een steen was. Kom. Daar bij de betonnen fietspad aan de linkerkant, daar hebben we dus de dodendraad. Daar hebben we al uit en daarna over gesproken. Als je dan dus doorloopt richting België, dan staat hier een, ja, volgens mij is het toch echt graniet, een granieten steen. En nou, iedereen dacht dus, deze is een grenssteen, want de grens ligt hier ook vlakbij. En eigenlijk geeft hij al aan, hij ligt helemaal niet op de grens, want hij is echt nog wel een metertje of 25, misschien wel 30. Dus een echte grenssteen kan het niet zijn. Nou, waar is het nou wel? Heemkunde Reuzel heeft zelfs in 2018 in de uitgave van De Scheper daar een 4-pagina tellende item over gepubliceerd. En wat is het nou? Het is een eigenlijk een kadastersteen, waar vroeger de landoppervlakte, de landmetingen mee gedaan werden. En dat heette de driehoeksmeting. Rijksdriehoeksmeting. Nou, wat wij aanvankelijk eigenlijk dachten aan de inscriptie te zien, was dat we een P, een O, of een R en een O, of een P en een D, blijkt dus R D te zijn, hè. Ze zijn een beetje beschadigd, dus dat was wel lastig te lezen, maar het is werkelijk een R en D. Nou, Rijksdriehoeksmeting. Hè. Het kruis erbovenop wat daar ingeslagen is, is dus het exacte punt van het meetpunt eigenlijk. Hè. Ja, er zijn ook stenen waar daar een grote bout zeg maar, in is gemetseld of gegoten in beton. In deze geval hebben ze er een kruis in gebeiteld. En wat nog leuk is om te vertellen is dat deze driehoeksmeting, die werd op zicht werd die eigenlijk dus gemaakt eigenlijk de meting. En er gebruikten ze niet alleen stenen voor, er gebruikten ze ook hoge landmonumenten voor, onder andere kerktorens. Die waren al hoog, dus ja, dat was wel makkelijk zien op een grote afstand. Dus, Rijksdriehoeksmeting, deze steen is er eentje, daar weten we het jaar niet van, maar die is al flink oud. Ik denk ook dat je al eens een keer verzet is geweest. Of je ook nog gebruikt wordt, geen flauw idee, dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk dat alles voor het met de satelliet gedaan wordt. Nou, dat is dus de mysterieuze steen van Reuzel. Om nou even nog terug te komen op de kerktoren. Die toren, ja, dat is op afstand natuurlijk wel te zien. Maar als je bij die kerktoren dus een meting moet gaan doen, kun je moeilijk in de kerk gaan staan met een paaltje. Hallo, ik sta hier met een paaltje. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus aan de buitenkant van de kerk hebben ze een speciale bout ingemetseld. Of geboord, of in ieder geval aan de buitenkant van de kerk zit een bout en vanaf dat punt, dat noemen ze dan weer een hulppunt, kunnen ze exact het midden van de kerktoren weer bepalen. Het is wel grappig om daar nog even op te zoeken of dat wel klopt trouwens. Volgens mij is het die bout die door zit. De kerktoren zelf werd dus gebruikt als zichtpunt voor die driehoeksmeting. En om nou exact het midden te bepalen van zo'n kerktoren, hebben ze aan de buitenkant, en dat is die bout die je daar ziet zitten,
als referentiepunt gebruikt om het midden van de toren, dus aan de buitenkant van het gebouw, te kunnen bepalen. Nou, wij zijn hier bij de laatste Hollandse woning, zeg maar, voor de Belgische grens terechtgekomen. De oudste paal van de RD, Rijksdriehoeksmeting raster te kunnen vernen. Nou, we hebben dwars door de tuinen en de kiepen en zo de redding gewandeld. Maar we hebben hem gevonden. En deze is hij. De oudste RD-rasterpunt van Nederland. Of van Reuzel moet ik zeggen, niet van Nederland. 1903, dus dat is toch 120 of een kant 120 jaar uit. Daar is hij, Hansje staat erop. Nou, we eindigen vandaag bij de Reuzelse kerk. Daar zit die bout in waar eigenlijk het verhaal een beetje mee begon, hè, bij de grens. We hebben de mysterieuze steen voor jullie opgelost. Ik zeg, volgende keer ga ik even mee. Die kant in is de grens. Die knikt hier. Die gaat hier die kant in. Wat vinden? Nou, niet meer. Wat moet ik opnieuw? En dan ga je een rode kaart bij Hans. Als we mee binnen zijn. Zijn we er klaar mee? Ja, ik geloof het wel. Zwaar genoeg.